Goedendag, kijk naar de weerswachting van Weerplaatsen.nl. We beginnen met de satellietfoto van vanmiddag. We zien wolkenvelden boven Nederland en die wolken lagen gisteren nog boven het noorden van Frankrijk. Het mooie zonnige weer dat wij hadden, dat vinden we nu dus in Duitsland en bijvoorbeeld ook in Denemarken. Maar de bewolking was niet overal even dik, vooral in het noorden en oosten kon de zon behoorlijk schijnen. En dat zagen we dan ook in de temperaturen terug. Daar temperaturen. Begin van de middag al van 24 graden lokaal kan het daar nog 25 graden worden. Terwijl het op dat moment in Zeeland zo'n 17 tot 20 graden was. Grote verschillen dus. Nou, die bewolking vanuit het zuiden die blijft nog even doorzetten. Langzaam trekt die noordwaarts en we zien ook dat er steeds meer buien vanuit België onze kant op komen. De meeste buien trekken langs de zuidgrens, maar een enkele zou ook iets verder het land in kunnen komen. Vannacht dan wat opklaringen in het zuiden, elders wolkenvelden. En morgen overdag hebben we opnieuw een mix van wolkenvelden en de zon. En vooral in de zuidelijke helft van het land zien we dan weer nieuwe buien ontstaan. Kunnen een paar pittige buien zijn. Vanavond dus vooral in de zuidelijke helft van het land een enkele bui, heel misschien met een klap onweer. Temperaturen halverwege de avond ongeveer 19 graden en de wind begint in kracht af te nemen. Morgen hebben we dan heel aardig weer, van tijd tot tijd zonneschijn. Maar opnieuw ook wel een paar buien. Aantal buien is iets meer dan vandaag. Maar als je gewoon per straat kijkt, dan denk ik dat je hooguit twee of drie buien te verwerken krijgt. Dus het droge weer overheerst. Kunnen wel pittige buien zijn op enkele plekken, kan het even flink hozen. En ook onweer is mogelijk. Maar je ziet ook de temperaturen, die zijn in het hele land weer prima te noemen. 23 tot 25 graden en dan waait een matige oostenwind. En kijken we dan wat verder vooruit naar de donderdag? Dan zien we dat er vooral in het zuidoosten nog een bui kan vallen. En dat de wind naar het noordoosten begint te draaien. En daardoor wordt het in een smalle strook langs de kust toch duidelijk koeler. Die wind waait immers over de zee. En op de Waddeneilanden verwacht ik dan temperaturen van zo'n 15 tot 20 graden. Iets verder landinwaarts meteen hogere waarden, zo'n 23 à 24 graden. In de loop van vrijdag begint die koude wind dan geleidelijk aan eh, binnenland in te komen. En dan worden het toch steeds meer plaatsen koud. Aan het begin van de middag zijn dit de maxima, 17 tot 21 graden. In de loop van de middag begint het kwik dan langzaam te dalen. Wel veel zonneschijn, heel misschien in het zuidoosten weer een enkele bui. Zaterdag, weekend, ook lage temperaturen. We zitten dan volledig in de koude lucht vanaf de Noordzee met een straffe noordwestenwind. Windkracht 6 lijkt het eerder op herfst dan op lente. Want er komen wolken aan, er trekken buien over het land en van tijd tot tijd weet ook de zon door te breken. Maar dat alles gebeurt bij temperatuur van 11 of 12 graden, dus de jas moet echt weer aan. En hoe lang houden we dan die lage temperaturen? Nou, het is echt een korte dip. Op vrijdag zet de daling in, zaterdag bereiken we dan het dieptepunt, zondag en maandag de Pinksterdagen ook nog echt fris, 12, 13 graden. En daarna lijkt de temperatuur weer omhoog te gaan richting de 20 graden. Jammer dat het precies tijdens het Pinksterweekend gebeurt, maar daar kunnen we uiteraard niets aan doen. Ik ben Michiel Severin van Weeblaza.nl.